Spelen, 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 zing maar mee. Hoi jongens en meisjes. Ik heb hier voor mij op de tafel een zwarte koffer liggen. Kijk, ik haal hem even omhoog. En in deze koffer zit een klarinet. En die ga ik voor jullie in elkaar zetten. Kijken hoe dat moet. Ik maak hem open. De rits. En even laten zien aan jullie. Er zit nog een doekje overheen. Kijk. Er zitten hier eigenlijk twee klarinetten in. Een gewone bes-klarinet. En ook een A-klarinet. Die is ietsje groter en die klinkt dan ietsje lager. Nou, het eerste wat je pakt is het mondstuk. Even kijken hoor, of er al geluid uit komt. Wat denken jullie? Komt hier al geluid uit? Helemaal niks. Nog geen geluid. Hij moet nog verder in elkaar. Dan pak ik het tweede stukje. En dit is het tonnetje. Dan zet ik het mondstuk op het tonnetje. En dan is hij alweer een beetje groter. Even kijken of hij het zo doet hoor. Nee hè, nog steeds niet. Dan komt dit onderdeel. Dit noem je het bovenstuk van de klarinet. En met een draaibeweging draai je het in elkaar. Wat denken jullie? Komt hier al geluid uit? Even proberen. Nou, ik kan wel al mijn vingers bewegen, maar ik hoor nog niet echt een toon. En dan moet deze erop, hè? Dit is het onderstuk en daaraan vast zit ook de beker. Maar bij sommige klarinetkoffers kun je die twee ook apart in een vakje leggen. Want dit kan je ook van elkaar afhalen. Ik zal het even laten zien. Zie je, dit kan van elkaar af. Maar ik doe het weer in elkaar. Nou, eens even kijken hoor. Hoe moet dit in elkaar? Nee, zo niet hè. Andersom hè. Huh? Zo dan? Nee, nee, dat kan ook niet hè. Dat moet natuurlijk zo. Kijk eens. En nu zit de hele klarinet in elkaar. Nou, ik heb eens een vraag aan jullie. Denken jullie dat hij het nu doet? Want ik heb een bovenkant en ik heb een onderkant. En ik kan allebei mijn handen erop zetten. Dus ik ga het proberen. Oren dicht. Hij doet het nog niet. Hoe kan dat nou? Even kijken hoor, in die koffer. Ja, kijk. Ik zie nog wat meer in die koffer liggen. Even eruit halen. En dan laat ik het jullie even van dichtbij zien. Dit is een klarinetriet. Het is heel dun. Van bamboe gemaakt. En dat past precies aan de bovenkant van het mondstuk. Ik maak hem even nat, want dan speelt hij makkelijker straks. En die kun je eraan vastmaken met een rietbinder. Zo. Nou moet hij het doen. Ik ga het even proberen. Nou, hij doet het, hè? Oké. Hoeveel verschillende tonen denken jullie dat ik op de klarinet kan spelen? Van laag naar hoog. Hoeveel verschillende tonen? Wat denken jullie? Misschien kan juf de video even op pauze zetten en dan even een paar kinderen vragen. Hoeveel verschillende tonen komen er
kunnen er op de klarinet gespeeld worden. Ik ga het nog één keer laten horen. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie het goede antwoord weten. Maar ik ga nu een nieuw filmpje maken. En daarin ga ik alle verschillende tonen aan jullie laten horen. En dan mogen jullie met me meetellen, hardop. Zo jongens en meiden, daar ben ik weer. Kijk, ik heb hier mijn klarinet in mijn handen. Ik hoop dat jullie hem goed kunnen zien. En ik ga nu voor jullie alle tonen spelen die er op de klarinet zijn. Tellen jullie met me mee? De toon die was hoog, hoog. Nou, dat waren ze. Alle 41 tonen op de klarinet. Nou jongens en meiden, ik ga een liedje spelen op de klarinet. En jullie mogen luisteren en proberen te raden welk liedje is dit. Luister goed. Proberen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Ging het goed, jongens en meiden? Was dat leuk? Ja? Hoofd, schouders, knieën, teen, hè, was het. Hey, en dan heb ik nog een liedje voor jullie. En weten jullie ook wat dit voor een liedje is?
Jacob, vader Jacob, slaat gij 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 Jacob, alle klokken luiden, alle klokken luiden. Oh, oh.